Let's have a look at some important vocabulary first. De bank. Het raam. De plant. De lamp. De muur. Het schilderij. De stoel. Of de fauteuil. De boekenkast. De open haard. En de salontafel, het tijdschrift en de krant. Dit is mijn woonkamer. In het midden van de kamer staat een grote vierkante salontafel. Voor het raam staat een bank. Op de bank ligt mijn hond George. Naast de bank staat een witte lamp. Aan de muur hangen foto's van mijn kinderen. De groene stoel staat naast de boekenkast. In de boekenkast staan heel veel boeken. En op de onderste plank liggen heel veel spelletjes. In de hoek voor de boekenkast staat een grote zwarte stoel. Het schaakbord staat tegen de boekenkast. Naast de zwarte stoel staat een rieten mand met open haardhout. Dit is de open haard. Boven de open haard staan twee kandelaars met kaarsen. Tegenover de boekenkast staat de tv-kast. Hier zie je de tv-kast. De tv staat in de kast. In de kast staan ook heel veel cd's. Op de tafel liggen tijdschriften, maar ook onder de tafel liggen tijdschriften. En tenslotte, hier zie je een schilderij. Het schilderij hangt aan de muur. En hoe ziet jouw woonkamer eruit? Ik ben heel benieuwd.